Yo, kijk van IMT. Vandaag met een nieuwe aflevering van 43. We gaan meteen een missie starten bij K. Kenzai, of zo heet hij. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yardi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Zo. Dus daar gaan we dan. Oh, was het dan of go ahead north? Oké, dan doen we dat. Nou, hoe ziet zo'n auto er eigenlijk uit? Dat weet ik niet. Oké, dan gaan we helemaal naar de toren toe. Dan gaan we eens kijken waar dat autootje staat. En die ik allemaal moet uitroeien. Ik heb namelijk een flauw idee. Hier is een tunneltje zo meteen of zoiets. Oh nee, niet. Een bouwput. Is dit niet in GTA? Wow, is dit niet in GTA 5? Deze bouwput? Nee, nu is hij namelijk iets minder ver af. Ik heb wel god niet wat ik moet doen. Als ik eerlijk ben. Moet ik een of andere auto jatten? Wat ik weet. En daar houd ik eigenlijk wel op. De taal niet eens naar gekeken. Overal op mij geschoten. Dus het zal in ieder geval iets leuks zijn. Hier naartoe. Zullen we daar zijn? Dan was hier een of ander vaag stipje. En dit is dus helemaal geen stipje. Ik weet helemaal niet precies wat ik moet doen. Een van de vage pijpleiding. Nee, ik wil hier te ver noord zit. Ik ga iets minder ver naar noord toe. Dan gaan we een stukje terug. Een of andere vage auto moest ik gaan jatten. Hier ergens. Ik heb voor god nu welke soort auto. Dat ik gewoon eens een paar gaan jatten. Ik zal eens kijken waar die zijn. Maar weer een soort. Hey, politie! Hey, leuk dat jullie ook zijn. Ik heb een keer heel vriendelijk klaksoneren naar hun. Kijk, als ze op mij schieten, vind ik de politie helemaal niet eens erg. Maar als ik op hun schiet. Oh, maar dan heb ik problemen. Kijk, maar wat schiet er nou eigenlijk? Hun, de hele tijd. Oké. Moet je op zoek gaan naar auto's van hun. Misschien. Dat is natuurlijk zo heel erg handig. Zo even snel gaan rennen. Boom. Ach, niet hier naar binnen misschien. Nee, dus dat gaat zo niet werken. Niet hier overheen. Nope, uiteraard niet. Hier doet het ook niet langs. Ja, gaat niet zo'n busje. Ja, die staat er. Ik ga eens naartoe lopen. Hé, hey, klein huisje. Lol. Zou het misschien zo'n busje kunnen zijn? Die misschien moet jatten? Weet je niet. Ik kijk maar eventjes. Ik ga er gewoon in zitten en ik zie wel wat schipstrand. Nee, die moet ik dus niet hebben. Oké, ik ga eens even kijken op de wiki. Misschien vind ik wat nuttigs.
Egyptian piece of trash. Ik heb even gekeken op internet wat soort auto ik precies moet zoeken. En ik weet niet welke auto ik moet zoeken en ik weet ongeveer wat ik kan vinden. Althans, als de wiki klopt. Want wij moeten ze hier eens kunnen vinden. Dat is wel heel erg dichtbij. En ik moet op zoek naar een rode auto met een wit dak. Dus echt zo'n soort auto, maar alleen met een wit dak. Dan heb ik de juiste auto. En je zou hier ergens rond kunnen gaan rijden. Maar je kan ook ergens anders rijden. Dan is hij weer bij het casino. Dit is de plek waar het moet zijn. Verkeerslicht heeft toch niet wat nodig. Ik rij zonder veel beter. Overal heel makkelijk de weg op. Hier het politiestation. De police. Maar daarbovenop konden ze ook nog rijden op die brug. Ik even naartoe rijden. Ik wou zeggen lopen. Dat was wel heel erg graag. Hier hebben we iets van Newport. Hier kon het eigenlijk ergens zijn. Dit is zo'n auto. Ja, hij remt. Nou, weet ik. Dat jij eruit gaat. Go and pick up your contract. Move. Kijk, deze auto moet ik dus hebben. Nou, eerder had geweten. Was het een heel klein stukje makkelijker geweest. Maar dat was het dus niet. We gaan hier eens af. Oké. Op zoek naar het puntje. Waar moet het precies zijn? Ik denk dat nog iets moet gaan uitroeien. Oh, wacht. Dit ding kan springen. Wat de heck? Oké, dat had ik niet zien aankomen. Leuk speelgoedje. Kan niet zo te stappen. Oké, dat had ik niet verwacht. Nee, dat ook cool. Maar ik vind mijn klakson. Oké, hier moeten we ergens zijn. Rennen! Hier naartoe. Hoe kom ik daar naar beneden? Oh, via hier kan ik langs. Niet denk ik de manier. Punk. Oké, dan moet ik daar eens naartoe. Naar de deal. Press the horn. Ik heb echt niet eens een horn. Ah, oké. All of the Colombians. Hoppa. Dead. You're gonna dead. Ga eens aan de kant. Hey, achterlijke. Oké. Briefcase collected. Ik zou het even zelf een keer gaan moeten roken. Ik ga rennen, denk ik. Voor het boom gaan doen, ja. Hij wil ook graag erin. Kan ik snappen, maar je wil nou best wel graag weg nu. Ja, kan ik je omhoog? Ja, kan. Woe. Oké, daar gaan we. Helemaal weer terug naar het casino. Beetje gas geven. En dan zijn we er zo. In om meteen een uur of vijf 's ochtends zijn we er. Mooie tijd. Het casino gaat dan vaak net sluiten. Oh, oh, als we niet gaan crashen nu. Anders gaan we niet eens halen. Die 5 uur. Beetje kast erop eigenlijk nog. Laat ik het nog hier weer nog harder doorheen lopen scheuren. Extra challenge. Ik moet op tijd daar zijn. Maar dat gaat dan niet meer lukken. Ik kan niet echt moeten gaan crashen. Of is het casino? Anders had ik het gewoon gehaald. Moet ik dan hier naartoe? Nee, dus.
zit hier. Hoppa. Het autootje wat hoger zetten. Hé, waar moet ik naartoe dan? Zeg dan waar ik naartoe moet. Oh, ik moet daar naartoe. Ik zat toch wel goed. Ik moet een rondje rijden. Dat wist ik niet. Hoppa, deze kant. Dan moeten we hier naartoe. Een rondje eromheen. Dan kan ik hem hier parkeren. Dat was wel leuke dure auto's. Dat wist ik niet. Kenjes. Moi. You're my hero. Of dat casino. Maar ik ga zo nog een missietje achteraan doen. Van Kenji. Volgens mij zit hij zo'n heel lange missie last op de wiki. Alle missies zijn eigenlijk niet zo heel erg lang. In deze game. Dus laten we meteen nog een missietje gaan doen. Want ik neem meteen een autootje van hem die nooit meer terug gaat komen. Let's go. Shima. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Okay, we moeten dus iets op gaan halen waarschijnlijk. In ieder geval moeten we wat gaan doen. Dan lopen luisteren wat ik om de zij. Ik hoef je anders na te denken. Over wat er binnenkort misschien gaat gebeuren aan een klein nieuwtje op IMT. Maar ik ga nog niet al te veel erover vertellen. Ik weet precies wanneer het gaat gebeuren. Allemaal nog onbekend. Briefcase collected. Oké. Wat moet ik nu precies doen? Dat ik iets anders even lezen. Of ik zou het weer vandaag. Wow, handig bezig. Doordat je richting aanwijzer is. Hij rijdt een stuk makkelijker. Er is nog een briefcase. Oh ja, we gaan een potje vechten. Ik ga vechten? Kom dan. Dat kan. Maar ik denk dat ik ga winnen. Ik schiet meer kogeltjes raak. Nee, mijn body armor is wel bijna naar de kloten. Dat is heel wat jammer. Oh, lantaarnpaal. Tuut. Hieronder moet ik ergens zijn. Nee, moet ik hier achter zijn. Gewoon een stukje meer de berm pakken. Oké, wat moet ik hier precies doen? Pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Okay, hij is niet echt blij. Crazy gang responsible of received the protection money. Okay. Dus daar gaan we weer. Hij betaalt ons voor beveiliging. I like it. Dus wij moeten hem dus beschermen tegen voor het geld wat hij ons geeft. De andere gang. Of zie ik het nog fout? Volgens mij is dat een hele andere gang. Dus ik moet even naar de andere kant toe van de wereld. Hoe kom ik daar snel? Niet als ik beschoten word in ieder geval. Dat is één ding wat ik zeker weet. Dat ik zo meteen een keer hier naar rechts moet. Om überhaupt richting de goede kant te gaan. Moet ik deze kant op. Dat is zo annoying dat je geen minimap hebt in deze game. Volgens mij deze kant. Ja, ik wist het nog. Wow. Ik ben altijd de weg hier kwijt. Dus vandaar weet ik nooit waar ik naartoe moet. Move. Dikke files wat hier al ontstaan. Dikke loading screen hier. Dus gewoon even doorrijden. En die alleen maar onnodig aan de linkse kant blijven rijden. Wat ik ook eigenlijk altijd doe. Als de file is.
om zo vroeg mogelijk voor te sorteren. Dus rechtsaf moeten sorteren krijgt voor. Zoals hoort, hoort. Oh, oh. Dan crash. Goed zo. En die stukjes zijn er niet. Even wat is deze kant op? Dat is wel dat ik steeds hier nog niet echt welkom ben. Nee, dat is toch eigenlijk niet worden. In en uitzoomen. Hoe werkt dat ook weer? Het set. Oh, die is down. Die is down. Die is down. Die is dead. Ook dead. Ook er nog eentje. Nou, die krijgt 1-2-3 niet. Dus gaat die rijk omver. Als een achterlijk idioot. Kijk, goed zo. Hoppa, take the money back to the kantine. Natuurlijk, dan moet toch erg het geld vandaan halen. Mag ik hier zometeen ergens weer terug overheen? Dus ik kan mooi weer hier. Bij het trappetje. Klop. En dan was het daar tussendoor. Dus er een gangetje daardoor. En dan krijg je alweer gerespawnd. En uiteraard begint het weer te regenen. En dan gaan we weer op deze kant op. En dan moet ik hier een keer ergens. Niet hier. Hierachter. Ja, die achter moest ik af. Wow, niet schieten jongens. Mijn auto ontploft bijna. Ik ben nog niet van plan om gebakken moersleutels te gaan eten. Moersleutels, moeren. Ja, nee. Waarom voel ik niet rennen mee? Nee. Levensgevaarlijk. Langzaam rijden. Iedereen zo hard rijdt. Dat moet je dus niet doen. Dat is dodelijk. In het verkeer. Oké, okay, asshole. Nee, dat ben ik niet. Ik heb er wel één. Maar dat is een ander verhaal. Die kant op. Die kant op. Oh, dat gaan we niet doen. Dan gaan we een beetje zo door. En ook graag wat geld gaan afleveren bij het casino. Hoppa. Als het goed is, mission accomplished. Ken je het casino? Boom, gerommel, gedonder en gebliksem. Nou, hierbij ga ik de aflevering afsluiten. In ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doeg!